ga jullie laten zien hoe je deze vlecht kunt maken. Je begint zo. Je neemt een deel waarmee je wilt gaan vlechten. Je kunt een heel groot deel nemen. Zo. Dit kun je dan even aan de kant zetten. En met dit deel gaan we verder. Zoals jullie zien heb ik ook een vrouw. Dat is niet zo'n probleem. Als je dat strak genoeg aantrekt, blijft dat ook mooi zitten. Als je begint met hier een klein deeltje te nemen. Zo. Maar eigenlijk kan het nog wat kleiner. Hier begin je al met de vlecht. Dus je neemt, goed dat ik mijn voet erbij heb, je neemt hier 3 delen. En je begint met dit voorste deel te vlechten, zodat die vroeg dan mooi erbij zit. Zo, je maakt het eerste stukje. En dan, we moeten nu met dit deel gaan vlechten. Neemt je hier ongeveer de helft van. Niet helemaal door, want dan is het niet meer mooi. En dat zetten we dan. Dan gaan we door met vlechten. Zo. En nu moeten we met dit deel overzetten. En dan neemt je de rest van wat je net hebt genomen. Zo. Nu moeten we weer met dit deel vlechten. Pakken we hier een stuk. Nu pakken we weer het andere deel. Dan heb ik heb alle haren opgebruikt eigenlijk. En dan gaan we gewoon door met vlechten. En dan met een elastiekje. Of zo vastzetten. Dan neem ik nog een spaaltje. Zet ik ook hier vast. Ik kan nog wat haarlak erop spuiten. En klaar.